Gerrit Sweerpraat wordt dagelijks verzorgd door Excellent Videoproducties. De aanloop naar het weekend is nog helemaal niet zo gek verlopen, moet ik zeggen. En vooral in de Achterhoek en Liemers is het ook nog lang droog gebleven. Viel er overdag al wat regen en een paar buitjes elders in de provincie en ook elders in Nederland. In de Achterhoek en Liemers hebben we toch nog redelijk weer. De bewolking wordt langzamerhand wel wat dikker, maar de temperatuur is nog in vorm, want 16 graden is ook nog normaal voor deze tijd van het jaar. De foto, daar is een koolzaadveld op te zien. De bijen die vliegen er lustig op los. Is ook nodig om het koolzaad te bestuiven, anders is er ook niet genoeg opbrengst. En er zijn ook wat boeren al een beetje wild aan het worden. Die gaan al gras maaien en die hopen nog dat ze het nog droog in de kuil krijgen. Een foto opsturen kan naar foto@gerritsweerpraat.nl. Ja, vandaag zijn we bij een rustpunt. En we zijn hier bij de familie Westerveld. Op rustpunt de moorten. Nou, we gaan eens even kijken of ze hier grote of kleine moorten hebben. We zitten hier bij familie Westerveld van de moorten aan Torvel. En wat dan altijd in opkomt als keel vooral. Ben je nou hier bij de grote moorten of bij de kleine moorten? Nou, of wat kan ik dat beter aan Wim vragen? Nee, vraag maar even aan Wim. Zal ik dat aan Wim vragen? Wim, we zitten hier bij de moorten en wat is hier allemaal te doen? We zitten hier aan een Torvel. Ja, het is hier het rustpunt de moorten. Een rustpunt, dat houdt in. Dat mensen weer op de fietsen rondgaat of wandelend rondgaat, maakt niks uit, ergens een adres in kunt vinden, waar ze rustig en genuigelijk zichzelf een kop koffie kunt maken, wat uit de koelkast te pakken als het nodig is. Ze kunt hier rustig aan de tafel gaan zitten. Er is een toilet en dat is voor de hele bende mensen wel belangrijk. Manslui, je weet wel, die redt zich nog wel eens een keer in Buskum, maar vrouwlui, ja, die bent toch wel een beetje bang voor de brandnetels. Dus daarvoor hebben we ook een goed toilet in het rustpunt. Dus je kunt hier heel even sanitair ontspannen en wat drinken. En doe je nog wat masseren of dat niet? Hoe je hebt misschien wel pijn aan de benen van fietsen. Ja, nee. Dan stuur ik het deur. Nee. Maar je kunt wel, tegenwoordig een hele menigte van die mensen die hebben elektrische fietsen. En voor die mensen met elektrische fietsen hebben we hier ook een oplaadpunt. Dus je kunt hier de fietsen opladen, mocht dat een keer nodig zijn, als ze halverwege zijn en zeggen van nou, anders mogen we vanavond de rest. Maar dan moet ze echt lopen. Dan moet ze echt lopen. Ja. Want mensen met de fiets, ja, je hebt op dit moment heel hartstikke mooi weer, maar richting het weekend werd het ietsjes frisser, maar ja, je kunt natuurlijk ook wat extra aandoen. Maar de meeste fietsers hebben wel een beetje hekel aan regen. En mijn wandelaars hebben dat meestal wel met. Maar vandaag hadden we wat beukers die over de provincie in trokken. Hier in deze plaats hebben we dan nog geluk gehad tot de avond, maar vanavond en komende nacht dan werd het toch steeds meer bewolkter. De wind die geeft hem naar noordelijke richtingen en dan kuurt het toch behoorlijk af. De minimumtemperatuur komende nacht ligt zo rond 6 graden en er valt in de loop van de nacht aan wat regen, hebben we morgen vroeg ook nog even mee te maken. Het ligt erop dat het op tijd wegtrekt, dat het met de middag weer droog is. Ja, en morgen maximum temperatuur van 9 graden helpt natuurlijk niet over, maar een graad of 6, 7 te weinig voor deze tijd van het jaar. Nou, dus koffie en ik zie ook nog wat lekkers. Wat is dat dan, Annelies? Dat is eigen gebakken walnotenkoek van onze eigen boom, walnotenboom, en daar bak ik de koek van. Dan kunnen mensen bij de koffie bekeren. De mensen kunnen dit bij de koffie nemen. Zo in het rustpunt. Je zult hem even proberen zo dadelijk. Maar dat rustpunt hier, hoe lang is dat los? Sinds vorig jaar april ben we hier los. En is er al een beetje animo voor? Ja, er is heel veel animo voor. We hebben afgelopen zomer heel veel bezoekers gehad. En die vinden het heel gezellig om hier lekker een kopje koffie te komen drinken. Ah, als ze mooi weer bezig hebt, dan heb ze altijd schrik, hè? Ja, zeker. Ja, misschien krijg je dan wat minder leuke mensen komen tieten, want het werd eventjes minder. Heb ik in ieder geval al voor de zaterdag gezegd. Maar in de nacht naar de zondag, als de opklaring wat breder wordt, dan kan het ook nog behoorlijk afkoelen. Met een noordelijke stroming hebben we dan minima van 1 tot 3 à 4 graden. Is ook een beetje afhankelijk van de bewolking. En als het dan wat meer opkloort, dan kun je ook nog wat vorst aan de grond krijgen. Dus zondagmorgen voor de vroege vogels misschien een beetje wit. Maar het voordeel ervan is wel dat we zondagmorgen toch weer een klein beetje zon hebben. Later werd de bewolking wel weer wat dikker. En misschien weer wat later op de dag dat er ook nog een enkel beetje kan vallen. Maar de temperatuur net als zaterdag, ja, hult niks over. 9 tot 10 graden met een matige noordoostelijke wind. Ja, volgende week, ja, slechter kan het niet worden qua temperatuur.
dus het moet alleen maar omhoog gaan. Maandag hebben we nog een droge dag en dan zit het kwik zo rond de 14 graden. En gaan we wat wieder de wijk in, dan wordt het wel weer wat zachter, want de wind gaat weer helemaal om naar zuidwestelijke richtingen. Maar ja, dan komen storingen ook weer dichterbij en vanaf dinsdag kunnen we dan ook elke dag wel weer wat regen verwachten. Temperatuur gaat dan wel omhoog, wordt zo'n 16 graden. In de nachten worden natuurlijk ook minder koud. Nou, wie proeft even een stukje? Ja, ik mag ze ook deze keer. Er liggen 4 stukjes op, dus ik kreeg er denk 2. Ja. Nou, Annelies, uw eigen gebakken. Dankjewel. Nou, kan je ergens informatie vinden? Informatie over het rustpunt? Ja, of de website of zo. De website www.rustpunt.nu. Nu en dat daar staat alle rustpunten op en dan steek jullie rustpunt ook bij op. Ja. Nou, wie proeft een stukje en wie neemt even rustig de tijd om het op te eten. En wat ons betreft van Uit Lindlo goed gaan. Gerrit Zweerpraat wordt dagelijks verzorgd door Excellent Videoproducties.